Welkom, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Ja, het waait hard, de jas kan aan, het is herfstachtig en we bereiden ons voor op de wedstrijd van komende zaterdag. Morgen dus tegen Feyenoord thuis hier in de Goffert. Een mooi adviesje om je te revancheren na de verloren wedstrijd tegen Heracles, of niet? Dat klopt, Feyenoord thuis is altijd, ook uit trouwens, een geweldige wedstrijd om te spelen. En, een ploeg waar wij ook denken dat we kans tegen maken. En wat je zegt, ja, weet je, dan na het teleurstellende resultaat van afgelopen zaterdag is dat iets moois om ons in te knokken. Ja, het gaat een mooie wedstrijd worden. Kijk, Feyenoord is natuurlijk misschien nu een gekke ploeg. Hè. Ze hebben een nieuwe trainer, wat een aantal nieuwe spelers. Dus die moeten ook nog in dat ritme komen, denk ik. Dus dat gaat denk ik een interessante wedstrijd worden. Je werd gewisseld. Wat deed dat met jou? Niks. Wat dan? Nou ja, ik kan me ook voorstellen. Het is natuurlijk nooit leuk als je gewisseld wordt, toch? Nee. Of kon je de trainer wel begrijpen, Dijn? Ja, tuurlijk. Want kijk, op een gegeven moment, je staat 2 naar achter. Je speelt thuis tegen Heracles. Ik heb een gele kaart. Zij speelden vrij veel met de nummer 9 en 10 diep. Waardoor je veel 1-op-1 komt te spelen. Ja, en op een gegeven moment dan snap ik wel dat je op een gegeven moment, je moet iets veranderen. Ja, met Philip Sandler, die nog steeds geblesseerd is, komt de vraag steeds vaker naar boven of je niet achterin iets moet doen bij dat centrale duo. He, moet daar niet bijvoorbeeld een Kelvin Verdonk gaan spelen om beter te kunnen opbouwen? En dat gaat dan misschien wel ten koste van Bram Nuitink. En dat zou dan misschien wel ten koste moeten gaan van jou? Oh, dat weet ik niet. Dat zeg jij. Ja. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zei de trainer dat ook wel van we wilden een ander spel spelen. Dus dan doe je dat niet alleen vanwege jouw gele kaart, toch? Mm-hmm. Dat weet ik niet. Ja, kijk, je gaat op een gegeven moment anders spelen. Je gaat ook meer risico nemen. Nou, Kelvin heeft bijvoorbeeld ook meer snelheid dan ik heb. Nou, dan is dat logisch dat je dat misschien op die manier oppakt. Ja, en dat doe je dan in zo'n wedstrijd. En dan moet je iets veranderen wat ik zeg. Ja, dus prima. Alleen zonder dat het dan niet heeft uitgepakt. Ja, kijkend naar de training van vandaag. Dan zagen we Robin Roes weer onder de lat staan. Gaat hij morgen keepen? Nee, Robin is bij, dus hij gaat spelen. Die heeft deze week zowel individueel als in een groep getraind en is fit genoeg. En gaat dan ook weer keepen. Dus wat dat betreft is die keuze is al gemaakt. Bij de training ontbrak ook Kodai Sano. Hoe zit het daarmee? Ja, die is gisteren geblesseerd uitgevallen op de training. In de 11 tegen 11 in een botsing. Dat valt wel mee. Ik denk niet dat, ik weet zeker, hij gaat morgen niet spelen. Gisteravond dacht ik, nou, ik denk dat hij morgen wel kan trainen. Maar had vandaag toch veel klachten. En dus is hij er morgen niet bij. Nou, dan zou je dat kunnen oplossen zoals ze dat afgelopen week ook hebben gedaan, hè, met de Hoedemakers voorin. Dit is misschien ook wel weer zo'n wedstrijd waarin je Thomas Ouwejan kan gebruiken. Ja, kan. Ik denk dat we voorin wat meer keuzes hebben de laatste weken. We hebben Eunal die zich goed laat zien, denk ik. Sontje Hansen, Uwaisa. In de spits hebben we natuurlijk 2 jongens. Dus ja, we hebben daar wel keuze in. Dus dat zal morgen blijken wat we daarin doen. Maar ik ben wel tevreden over onze buitenspelers zoals zij het ingevuld hebben. Feyenoord draait ook nog niet zo erg lekker in deze competitie. Dus er liggen kansen, of niet? Nou, ik denk dat we dan wel vooral weer naar onszelf moeten kijken. Want we hebben wel veel kwaliteiten. Je ziet ook dat wij in heel veel wedstrijden gewoon best wel veel kansen creëren. Dus ja, als ik zeg, ja, waar moet je naar kijken, dan is het vooral naar jezelf. Omdat wij zelf regelmatig tot kansen komen. Alleen we moeten misschien in sommige wedstrijden wat scherper zijn en die goals afmaken dan. Nou, Feyenoord is ook natuurlijk nog niet af. We zijn ook zoekende. Een aantal spelers kwijtgeraakt. Andere trainer. Ja, dat kost gewoon tijd, dat weet je. Dat zie je ook wel in de manier van spelen. Dat is nog geen soepel draaiende machine. Nou, daar moeten wij gebruik van kunnen maken. Hè. En dat zijn op verschillende facetten in de omschakeling, maar ook aan de bal. Alleen, ja, ze hebben ook voldoende kwaliteit om een wedstrijd te beslissen. Dus daar zijn we mee bezig geweest. Ja, vorige week zeiden jullie van ja, we willen echt laten zien vanaf het eerste moment, er valt hier niks te halen. Nou, toen werd het na 12 minuten toch alweer anders. Hoe gaan we dat nu te zien? Want we hebben het nog niet gezien in de Goffert. Nou, dat weet ik niet. Vanaf het begin zo, dat jullie erop klappen. Ja, dat zeg jij. Ja, kijk, wij doen ons best. Hè. Wij willen natuurlijk ook wel vanaf het begin eroverheen gaan. Ja, je hebt nu Twente thuis gespeeld. Dat was de eerste wedstrijd. Het is een iets andere wedstrijd. Ja, PEC thuis was misschien niet super goed, maar oké, dan win je hem uiteindelijk wel. Ja, en dan, ik zeg Heracles. Ik vond Heracles nog ineens dat wij heel slecht speelden die eerste helft. Het was gewoon dat wij die twee fouten maken. Ja, en dan loop je wat ik zeg achter de feiten aan. Maar ja, ik snap je ook wel. Je wil al helemaal in zo'n grote wedstrijd. Dan moet je wel gelijk vanaf begin er staan. En dan mag je niet verslappen in het begin. Want Feyenoord heeft wel die kwaliteit om er gelijk overheen te gaan. Ja, en dan stellen we hem toch maar weer. Zoals we elke week gaan doen. Wanneer komt hij nou?
Nee, 5 december is hij pas, komt hij pas. Dus dat is heel vroeg. Dan moeten we nog lang wachten op Van Krooi. Nee, maar dat komt steeds dichterbij. We gaan ervan uit dat je volgende week deze vraag niet meer hoeft stellen. Goed, volgende week moet hij er dus zijn. Van Krooi, we wachten het af. Zaterdag wordt er gespeeld hier thuis in de Goffert. Tegenstander is dus Feyenoord. Kun je er niet bij zijn. Wij van RN7 zijn er natuurlijk wel weer bij. Live op de radio hoef je er niks van te missen. Later ook weer met een nieuwe NEC-update. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.